Mijn naam is Roald Tromp, filiaalleider T-Fitness Amsterdam, onderdeel van Sportietje. Ik ga u iets vertellen over indoor cycling, oftewel fietsen binnen in huis. We kennen natuurlijk allemaal de ergometers of de home trainers, maar naast de ergometers en de home trainers bestaan er ook indoor cycling, fietsen. Indoor cycling kennen we vanuit de sportscholen, waar groepsgewijs indoor cycling lesgegeven wordt. Een trainer aan de voorkant, grote groep mensen daarachter. Veel fietsen op hoge intensiteit, 20, 30 minuten lang. Nou, tegenwoordig is het niet echt meer nodig om een virtual of een trainer te hebben, want u vindt een virtual trainer prima op het internet. En u kunt thuis met behulp van uw iPad of een beeldscherm YouTube films kijken en gewoon mee fietsen in huis. Vandaar dat indoor cycles steeds populairder worden in een thuisomgeving. Ik heb 3 fietsen voor u uitgezocht. 2 typische indoor cycles en een racerbike. Het grote verschil indoor cycle en bijvoorbeeld een ergometer of de home trainer die we kennen is de zithouding. Ik zal hem even laten zien. Bij een indoor cycle zit u wat actiever op de fiets dan bij een home trainer of een ergometer waarin de zit wat rechterop is. Maar een indoor cycle kenmerkt zich door de houding van een racefiets of een mountainbike. Actieve zithouding en ook door het sterke frame, het robuuste frame en de stabiele poten is het op een indoor cycle mogelijk om te gaan staan en heel erg met grote weerstand te gaan trainen, net alsof u een berg beklimt. Nou, belangrijk bij een indoor cycle is het vliegwiel, de zwaarte van het vliegwiel, hoe zwaarder, hoe rustiger en nauwkeuriger die loopt. En wat een indoor cycle niet heeft, is een vrijloop. Ik zal dus om te moeten stoppen. Volstaat het niet om mijn benen stil te houden, want het wiel gaat gewoon door. Ik moet even op de rem drukken, waar ik ook de weerstand mee regel, om de fiets te stoppen. Dit is anders bij de racerbike. Een racerbike heeft dezelfde actieve fietshouding, zithouding, waarbij je ook rustig kan gaan staan. Het frame is stevig genoeg. Maar ik kan zoals op een racefiets of als op een mountainbike mijn benen stil houden, terwijl het wiel nog gewoon doordraait. Dus een vrijloop op een racerfiets. Geen vrijloop op een indoor cycle. Een racerbike is ook uitgerust met een programma, een console. Het ziet er heel simpel uit, maar dat is natuurlijk uit te breiden door het plaatsen van uw iPad. En op die iPad kunnen ook virtuele tours weergegeven worden. Zelfs zo levensecht dat u de Alpe d'Huez of de Tourmalet kunt beklimmen. De weerstand zit achterin de fiets op het wiel. Is een mechanische weerstand en die wordt geregeld vanaf de console of door het plaatsen van een iPad. Klimt u bijvoorbeeld de Alpe d'Huez, dan zal de fiets veel zwaarder moeten fietsen, veel zwaarder trappen, dan dat u de berg afdaalt. Hetzelfde stevige frame en ook ziet u dat de pedalen, zoals de echte wielrenners gewend zijn, uitgerust zijn met SPD-clips voor het vastklikken van uw fietsschoenen. Nou, belangrijke dingen om op te letten, zoals ik al zei, sterkte van het frame, posities van het zadel, zijn ze in de hoogte maar ook in de lengte te verstellen. Hetzelfde geldt voor het stuur en het weerstandssysteem. Bij deze gaat het met een viltje, die drukt op het vliegwiel. Prima systeem, een stukje goedkoper dan bijvoorbeeld een magnetisch systeem. Hier zit een plusje en een minnetje. En als je die dichter op het vliegwiel beweegt, zal de weerstand groter worden. Bij de racer fietsen zit er een magnetische weerstand in het systeem, die zelfs aangepast wordt als u op een virtuele fietstocht gaat. Op het moment dat u een berg klimt, zal de fiets zwaarder gaan fietsen. En als u een berg afdaalt, zal de fiets weer lichter gaan fietsen. Al deze fietsen, en u ziet het, we zijn er heel veel. Er zijn er nog meer op internet, op www.t-fitness.nl. Of hier natuurlijk in de winkel. U kunt uw wielrenschoenen meenemen, of uw trainingsschoenen. Alle fietsen uitproberen en wij zullen u zo goed mogelijk proberen te adviseren.